dit is mijn studeerkamerkie. Sit. Hier kan ons lekker privaat gezels. Dit moet voor jou geweldig traumatisch geweest zijn. Nee, eindelijk niet. Net vreselijk zeer. Ik verstaan. Hier, dit zal jou helpen ontspannen. En toe, hoe gaat het nou? Gaat het beter? Is je al in staat om normaal te functioneren? Erectie te hebben? Excuse? Kom nou, dit is net ons twee hier. Een gezonde jongman zoals jij het toch natuurlijke drangen. Ons kan maar hard en rechtuit praten. Ja, maar ik weet niet of ik zo recht met Dominique kan praten. Nee. Noem mij Frank. Dominique is zo stijf. Ik is eindelijk net hier om met Marty's mama gedwongen om te komen. Die seksuele aspect van een individuele persoonlijkheid. Het is een studierichting wat mij bijzonder stimuleert. Vooral die sensuele, die fysische, die begeerte van die vrees, die onbeheerbare lust. Heb je al ooit daarin gedink om intiem te verkeer met een ouder man?